Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Hans Raven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 19 hier in China. Heb je die vorige video in Australië gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtmoedig ietsje klikt erop en zijn die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer wekelijkse F123 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Vorige race verliep helaas niet zo goed. Pakte daar geen punten. In deze wedstrijd gaan we het ook zwaar krijgen. We werden daar dus in Australië 17e. Hopelijk dat we een aantal posities omhoog kunnen gaan schuiven. Maar ik ben niet echt gefocust op punten. Gewoon meer de auto naar huis brengen. Klassement. Allemaal goed en wel. 1 race overwinning gepakt was vorig seizoen in Brazilië. We sloegen daar de beide Mercedes'en. Er komen een aantal updates binnen en dat is goed om te zien. Spoelen de tijd gewoon eventjes door. Gaan we nog even kijken wat we kunnen gaan upgraden misschien. Niet genoeg geld over. Even kijken wat we kunnen nog gaan upgraden. Dat is ook mooi gedaan. En dan is het tijd voor de kwalificatie voor de Grote Prijs van China. Aflevering nummer 19 gaat dus beginnen. Daar gaan we dan. Zijn we inmiddels aanbeland bij de kwalificatie en kijken of wij ook iets kunnen gaan proberen in deze Q1 sessie. Volgens mij zijn wij deze aantal races nog niet door naar Q2 of Q3 doorheen gekomen. Dus daar moet iets aan gaan gebeuren. De eerste bocht verloopt minder goed. Hadden daar gewoon een corrigerend momentje. En dat betekent dat de apex daar compleet werd gemist. Flink moment overstuur op de exit. Zijn we aanbeland bij het einde van deze eerste run in Q1. Daar helaas te wijd en gras meegepakt in deze ronde. De bocht verliep ook niet zo lekker daar die laatste bocht dus. En dat is een 1.36.7. Op een P6 voorlopig. Maar goed, het is niet goed genoeg. Zijn we inmiddels aanbeland bij het einde van Q1. En kijken wat we kunnen gaan doen in deze laatste run. Komen we dus aan bij onze laatste run dus. De eerste bocht verloopt wel wat beter dan de vorige run. We zitten al gelijk mooi groen in de delta. 10e onder onze eigen tijd, dat is mooi om te zien. Laatste plek voorloper op dit moment. Vlag hangt uit in Q1. Met groen in sector 1 en 2 daar ietsjes te wijd bij de laatste bocht. En dat is... Welke positie is dat? Een P20. 2 plekken gewonnen dus. Daar starten wij dus ook op die positie. Russell 1, Norris 2, Hamilton 3 en wij dus op P20. En Mark Webber is door naar Q2. Doet hij goed. We slaan ons daarmee. Maar goed, dat geeft niks. Op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 19. Daar gaan we dan. The Chinese Grand Prix then is upon us once again. A race that saw Michael Schumacher claim his final Formula 1 victory in 2006, as well as Red Bull's first with Sebastian Vettel in 2009. There's no doubt plenty more drama to come here in Shanghai. We start a lap here at Shanghai with the long, difficult right-handers of turns 1 and 2, the first of 16 corners that make up this 3.3-mile circuit. The incredibly long back straight provides the best passing opportunity in the lap, with speeds in excess of 200 miles per hour before we head into the braking zone for turn 14. Off the back of a fantastic qualifying session,
It's time to see how our starting grid looks like for today's race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, edging out Lando Norris, who'll start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Russell, Oscar Piastri, Sainz, Leclerc, Verstappen, Perez, Albon, Stroll, Richard Vasseur, Hülkenberg, Sargeant, Tsunoda, Webber, Ocon, Gasly, Bottas, Magnussen, the Professor, Joe, and Nyck de Vries rounds off the grid. That's it then, it's time to go racing as we head down trackside for today's race. Zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. Starten dus op een P20 in de grote prijs. Kijken wat we kunnen gaan doen vanaf die positie. Ik zelf ben er helaas bang voor dat het een eentonige race gaat worden. Misschien dat er nog een aantal uitvalbeurten gaan plaatsvinden. Of misschien wel crashes, wie weet. We gaan gewoon beginnen voor de formatieronde. Voor aflevering nummer 19. Ronde nummer 3 van seizoen 2 gaat dus beginnen met onszelf op P20. We hebben op P16 is door naar Q2 dus. En een prima start bij de formatieronde. Allemaal basis dingen van Mark Brisely die wij al lang kennen. Geen regen verwacht dus, dat is goed om te zien. We komen aan bij onze startpositie op P20. En we komen uitstekend in onze positie terecht. Dan betekent dat dat we gaan beginnen voor aflevering nummer 18 hier in China. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen goed weg. Ocon is heel slecht weg en Bottas wordt al gelijk geblokkeerd. Wij naar een P17. Goed gedaan, goede start. Dossier met Mark Webber. Daar aan de binnenkant proberen van Yuki Tsunoda. En dat lukt, dat is P13. Nu mee met Nico Hülkenberg voor P12. Kijkend, proberen daar aan de buitenkant. Lukt niet, dan aan de binnenkant kijken. Lukt ook helaas niet. Richard Verschoor. Tikken we daar per ongeluk op de achterkant aan. Dat is nog steeds P13. Zitten we einde ronde nummer 1 als we daar Nico Hülkenberg hebben voor een aanval. En dat gaat helaas niet goed. Raken naar de Duitser op zijn achterwiel. Waardoor wij de auto bijna kwijt zijn. P13, maar het gat naar Stroll is inmiddels opgelopen tot 3 seconden. Gaat Hülkenberg ook niet prettig vinden. Naar een moment onderstuur. En Logan Sargeant wou daar aanvallen. Lukt daar helaas niet. Nog 18 rondes te gaan in de race. Groen in sector 1. Dat is goed om te zien. Op naar Nico Hülkenberg. Proberen daar een andere lijn te nemen. Lukt helaas net niet. En daar de auto weer bijna kwijtgeraakt. En dat betekent dat het gat naar Hülkenberg inmiddels is opgelopen tot 1,5 seconde. Ronde nummer 3. Als Hülkenberg helemaal is verdwenen. En daar zit Pierre Gasly. Aan de binnenkant is er voorbij. We kunnen terug aanvallen aan de buitenkant. Lukt niet, dan achterlangs terugkruisen misschien. Of hier een betere exit hebben. Overtekenen op aangezet. En dat is
nog steeds een P13. In ronde nummer 4 van de race. Gasly probeert daar terug aan te vallen. Is ook gelukt. En neem hier een kortere lijn. En tikken Gasly daar aan. Meer een touché tussen ons tweeën. Nog steeds een P14. Maar hebben hier overtake en slipstream van de Fransman. En daar aan de binnenkant gezet. Jazeker, en dat is P13. Goed gedaan. Op naar... Ja, Nico Hulkenberg, alleen die zit gewoon te ver weg. Ronde nummer 6. Als we daar Ocon hebben. Prima verdedigingsactie. Geel in sector 3, omdat daar een Ferrari stilstaat van Carlos Sainz. Eindigt de race daar dus op 0 punten. Nog steeds een P12 voor ons. Geen punten helaas in ronde nummer 7. Wat kan Gasly daar aan de binnenkant? Helaas niet zoveel. Probeerde het daar wel, alleen dat mislukte. En in ronde nummer 9 duiken we naar binnen voor onze laatste pits van de dag. We gaan dus naar de medium band. En kijken wat deze pitstop gaat worden. Okay. 2.4, een prima pitstop. En dat is... gewoon nog steeds een P16, hoop ik. Yes, een P16. Komen terug achter Verschoor, maar die is al naar binnen gedoken volgens mij. En nog 10 rondes eraan in de race. Gat naar Ocon is 2,3 seconden. Hebben wat tijd gewonnen tijdens de pitstops. Dat is goed om te zien. Herhaling dus met Carlos Sainz, wat er is gebeurd, hoe hij uitviel in de wedstrijd. Opkomen rechte stuk, motor begeeft het en weer een uitvalbeurt voor een Ferrari coureur. Vorige race was het Charles Leclerc volgens mij, nu is het Carlos Sainz. In ronde nummer 7. Dan gebeurde er dit in ronde nummer 10 met Perez. Op de exit verliest hij hem. Te veel gas. En Albon raakt de Mexicaan. Staat daar een lange tijd stil, moet in zijn achterruit. En Stroll profiteert daarvan. Perez zakt dus een aantal posities. Beide Red Bulls hebben een pijnlijke race. Ze stappen op P9. Norris aan de leiding. Piastri op P4. McLaren doet het goed. Zitten er prima bij. En dan wint Lewis Hamilton de wedstrijd. Norris naar P2. Russell op P3. Piastri op 4. En wij komen zometeen helaas thuis op een P12. Hebben het toch goed gedaan. Wij vertrokken vanaf een 20ste positie en dan op P12 eindigen is een keurige prestatie voor ons. Geen punten, maar goed, dat geeft niks. Hebben er al 10 vanwege de openingsrace in Bahrein. Neutrale race en is op naar de volgende ronde. Okay, pick up rubber and bring it home. So Mercedes have won it, and what a great race it was. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tyres, that's really where the race was won today.
Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Nou, hier ben dan dus uitslag. Lewis Hamilton wint dus de rode prijs van China. Pakt ook dat race rond het punt. Norris naar P2. Russell op het podium. Hamilton krijgt een drive of the day. Wij dus van P20 naar P12 deden het uitstekend. Wij hadden eigenlijk drive of the day moeten krijgen. Maar goed, Britse media hebben daar wel alle ervaringen mee. Goed, P10 dus nog steeds in het coureursklassement. P6 in het constructeursklassement. Allemaal dankzij die openingsrace in Bahrein. Dus dat hebben we goed gedaan. Rivaal is het een soort van een breakdown. 8 tegenover 8. Staan gelijk met Carlos Sainz. Team McLean is ook gewoon weer goed. Helaas hebben wij niet van de sponsor inkomen binnen gehaald. Dat is jammer, maar daartegenover geen schade gereden. Dus dat is goed om te zien. In totaal 4,14 miljoen dollar op de bank. Prima, maar daar kunnen we nog geen faciliteiten mee van kopen. Moeten we nog even doorsparen. Maar goed, ik ga deze video afronden. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan en vertel me ook. Waarom jij niet leuk vond, ben je nu op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer de wekelijks F1 23 My Team Creator Mode Content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur in video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.